Wat zat jou het meeste bij van vandaag? Nou, de uitvoering van de tactiek en het plan wat we gewoon besproken hebben. En dat het echt op elk moment in de koers uitgevoerd is door de mannen zoals we het besproken hadden. En dat staat me het meest bij. En dat begon op de munten. Waarbij we het hele peloton losten. Of tenminste, waar we met 20 man of zoiets, of 14 man voorop kwamen. En dat was het eerste stuk waar we al iedereen pijn deden. En dat was, ja, daar begon het. Eigenlijk zonder Wout van Aert zo'n stempel op de koers drukken, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Nee, maar wij wel. En wij hadden, wij willen het samen doen. En wij laten zien dat je, dat je niet met één kopman hier hoeft te zijn. Maar dat je gewoon met een aantal goede renners en heel goed samenwerken. En de juiste plan, de juiste tactiek. Dat je relatief sterker kan worden dan anderen. En daarmee kun je hele goede renners naar het tweede plan verwijzen, gelukkig. Hè? Want Arnaud de Lee wint gewoon hier de sprint. Ja, dat wisten we van tevoren, dat die hele grote kansen maken als we met een grote groep naar de finish zouden rijden. Dus moesten we een plan hebben om te zorgen dat het niet zou gebeuren. Nou, en dit was daar de uitwerking van. Ja, als ik dan naar vorig jaar, de Ronde van Vlaanderen, dat was een wedstrijd waar Wout van Aert door de coronabesmetting niet bij was. Toen zag je in één keer dat zonder Wout de ploeg zoekende was. Daarom is het misschien ook wel belangrijk dat je nu ziet dat de ploeg zonder Wout het ook kan. Ja, 100%. Het is voor iedereen weer een boost. Hè. We zijn natuurlijk sterker geworden. Dylan, die vandaag wint, die won vorig jaar Parijs-Roubaix, die hoort gewoon ook bij die top. Jan Tratnik reed echt supersterk vandaag, wisten we ook. Hè. We hebben vorig jaar ook in deze wedstrijd, maar ook in andere wedstrijden gezien. En helaas reed hij lek. Maar dat is gewoon ook een enorme aanwinst. En dat betekent dat je gemiddelde van het team hier gewoon omhoog gaat. En dan heb je zo'n hoog niveau in de breedte. Dan hoef je voor niemand bang te zijn. Dan hoeft niemand van ons bang te zijn. We gingen hier gewoon met 5 kopmannen van start. Dat is fantastisch. Zo zit toch dat je met een heel ander gevoel het klassieke voorjaar ingaat als je deze zegen op deze manier pakt? Ja, maar dat hadden we vorig jaar ook. Hè. En vorig jaar won Wout hier. En toen hadden we ook een heel goed gevoel en ook dingen die goed gingen. Toen hadden we wel wat coronabesmettingen nog later. Dus ja, laten we fingers crossed dat nu allemaal wegblijft. Maar het is natuurlijk fantastisch dat je op deze manier kan beginnen. En zoals de Fransen plegen te zeggen, les premières crêpes sont pour les enfants. Nou, en dit zijn nu de volgende lichting pannenkoeken die er aankomen. Voor Jumbo-Visma is het seizoen bij de omloop echt begonnen. Precies. Ja, want we zijn nu pas begonnen, want ze zijn allemaal net klaar met trainen. Het is onze eerste echte wedstrijd. En de rest, dat waren een beetje trainingskoersen? Nee, want deze mannen hebben allemaal nog geen koers gereden. Dus dit is gewoon trainen en voorbereiden en nu beginnen. En natuurlijk, UAE is heel, heel groot en belangrijk voor ons, met de groep die daar zit. Maar voor deze groep is het seizoen nu begonnen.